ben Sarah van Gennep en ik heb de tekst geschreven van de voorstelling Godenzoon. En ik ben Annegien de Vocht en ik doe de regie van Godenzoon. De voorstelling Godenzoon speelt zich af in een ambtelijke keuken. En we volgen eigenlijk de president en zijn vrouw gedurende een nacht. En in het land is een gijzeling gaande en ze hebben eigenlijk één nacht de tijd om te besluiten of zij in willen gaan op de eis van de gijzelnemer. Dus het is een voorstelling die heel erg gaat over de verantwoordelijkheden die je hebt als mens en hoe die verschillen per rol. Dus dat je als vader heb je andere verantwoordelijkheden dan als president bijvoorbeeld. We zijn aan elkaar gekoppeld door de tekstmederij en toen heeft Sarah een eerste versie geschreven. Nou, uiteindelijk is daar een vervolg op gekomen en dat is een tekst die is ontwikkeld in een aantal maanden. Ja. Omdat we een soort voorvervolgtraject zaten van de tekstmederij. En dat is Godenzoon geworden. En die heeft toen een hele tijd op de plank gelegen. Ja. En is wel meerdere keren gelezen, maar nooit echt tot uitvoer gebracht. Tot Sarah vorig jaar de tekst gepitcht heeft bij Cement. Ja, voor de Deelrafte Cementprijs was dat. En toen kwamen we eigenlijk ook in gesprek met Cement en wilden ze uiteindelijk de voorstelling gaan produceren. Dus het begon met dat we in het begin best wel veel natuurlijk gelezen hebben en gewerkt hebben met de acteurs. En daar was Sarah ook een aantal keer bij en ook om dat er dingen waren waar wij van dachten, hé, dat snappen we niet of moet dit nog niet veranderd. En toen heb jij weer een nieuwe versie van een aantal scènes geschreven. En vervolgens zijn we in de repetitieruimte gekomen. En nu ben jij er af en toe bij. Nu is het natuurlijk ook aan mij om weer een stapje terug te doen en de spelers en de regie hun slag daarin te laten slaan. Dus dat vind ik ook wel heel tof om een getuige van te zijn. Wat ik wel heel mooi zou vinden is dat we, eigenlijk wat ik net ook zei waar de voorstelling over gaat, dat je als mens zijn gewoon verschillende rollen hebt en dat we toch, denk ik, ons best doen om goede mensen te zijn. En dat dat gewoon niet zo'n eenduidig begrip is, een goed mens. En dat is denk ik waar de voorstelling over gaat, dat heen en weer, ja, dat wisselt. Dat we daar keuzes in moeten maken en dat je de ene dag daar ook anders over kan denken dan de andere. En ik zou het heel mooi vinden als het publiek daarover na zou denken. Maar dat hoeft niet. Fantastische appels!